Beste beauty professional, ik ben Paul van Mechelen en als algemeen directeur van ProNails wil ik je bedanken om vandaag deel te nemen aan dit digitale event voor beauty professionals dat we organiseren voor de lancering van onze nieuwe collectie. Bij ProNails vinden we het niet alleen belangrijk om elk seizoen innovatieve producten te brengen, maar ook om jou als professional te inspireren met onze expertise, zodat jij je beauty business kan laten groeien en je klanten kan blijven verrassen met een uitzonderlijke service. In de komende 90 minuten zullen we een aantal superboeiende topics met je delen. Eerst ontdek je 5 dingen die je best kan afleren, jawel. Vervolgens introduceren we onze eerste nieuwe collectie, de Pair Essentials. Daarna geven we een overzicht van al onze Academy workshops, zowel off als online. Vervolgens delen we met jou het geheim over hoe je de perfecte nude kleur kiest voor elke klant. Hierna is het tijd om jullie de tweede collectie te presenteren, About Last Night. Gevolgd door nieuwe nail art en enorm veel inspirerende trendlooks. Tot slot zullen we je een aantal uitzonderlijke deals aanbieden die alleen voor jou beschikbaar zullen zijn en alleen tijdens deze eerste week van onze collectie lanceren. Dus blijf zeker kijken tot het eind. Je zal zien dat dit in de eerste plaats een goede investering is in jezelf. Veel plezier! Hallo, ik ben Sandrine, head educator at ProNails en ik ben super blij hier vandaag met jou te zijn. Vandaag wil ik het hebben over de meest voorkomende misvattingen die bestaan in ons fantastische beroep. Dit onderwerp is nog nooit zo actueel geweest als nu. Sterker nog, de afgelopen maanden zijn we allemaal door elkaar geschud. Hebben we onszelf in vraag moeten stellen en uit onze comfortzone moeten komen. We hebben de oude manieren om dingen te doen moeten afleren om nieuwe manieren te leren. Bijvoorbeeld, waar we dachten dat leren enkel mogelijk was door naar een trainingsruimte te gaan en te worden bijgestaan door een trainer, realiseerden we dat opleiden net zo goed mogelijk was zonder de deur uit te hoeven dankzij de online trainingen, die ook een enorme flexibiliteit bieden wanneer je een druk professioneel agenda hebt. Waar we dachten dat onze financiële inkomsten alleen afhing van de behandeling die we gaven, realiseerden we hoe de verkoop van product een even belangrijk financieel rendement kon zijn. Vroeger, als we iets wilden aankondigen aan onze klanten, stuurden wij sms'jes. Nu maken we een video op Instagram of TikTok. Dit alles om je te vertellen dat het leven een constant leerproces is, dat bestaat uit leren, vervolgens afleren door zichzelf in vraag te stellen. De vraag durven stellen is wat ik weet nog wel juist. En om opnieuw te leren door opleidingen te blijven volgen. Je moet kunnen. Vergeet wat je denkt te weten om opnieuw te kunnen leren wat je moet weten om evolueren en succesvol te zijn. Laten we nu samen afleren en opnieuw leren. Ik wil met jou graag 5 veel voorkomende misvattingen die veel ervaren nagelstylisten geloven delen. Eerste misvatting. Het is best om de natuurlijke nagel voor te bereiden met een nagelvijl of een buffer. Je weet al dat de ideale korrel voor het voorbereiden van natuurlijke nagels voor gelbehandeling de korrel 180 is. Maar het instrument dat je kiest om deze 180 korrel te gebruiken is essentieel voor de goede prestaties van jouw producten. Je zou kunnen denken dat het gebruik van een vijl of een buffer veiliger is en dat je de natuurlijke nagel niet kan beschadigen. Wel, nee. De vijl is een hulpmiddel dat we graag gebruiken omdat het ideaal is om nagels in vorm te veilen. Maar als het gaat over het voorbereiden van de nagelplaat, is het echt niet het juiste hulpmiddel om te gebruiken. Waarom? Ten eerste is een vijl, ongeacht het type of de vorm, zelfs als deze afgerond is zoals bananen of alvemanen vijlen, te breed om met precisie op de nagel te kunnen werken en om dichter bij de nagelriem te komen zonder de nagelriemen van jouw klant te beschadigen of te verwonden. Ook omdat het een hulpmiddel is waarvan je aanneemt dat het onschadelijk is, zal je niet aarzelen om meerdere keer over dezelfde plaatsen te vijlen. Op kritieke gebieden, zoals de zijkanten en de nagelriem, voor een goede hechting. En zonder het te beseffen, wordt de nagel overmatig geveild, dus dunner, flexibeler en de hechting van het product wordt verminderd. Vermijd ook het gebruik van een buffer die we net zo graag gebruiken. Waarom? Omdat elke korrel die op een schuimmateriaal wordt geplaatst, een afwerkingsdoel heeft en geen nagelvoorbereidingdoel.
De buffers zullen de nagelplaat zeker matteren, maar ze zullen deze ook glad maken, wat geen langdurige hechting voor gelnagels mogelijk maakt. De natuurlijke nagel voorbereiden met de freestoestel is de beste, de meest efficiënte, de meest precieze en het snelste manier om de natuurlijke nagel voor te bereiden op gelnagels. En het beste instrument om te gebruiken is een rubberen bit met een wegwerpbare fijne white kwartzander met een korrel van 180. Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Je gebruikt dus voor elke klant een nieuwe rolletje, wat ook een perfecte hygiëne voor jouw klanten garandeert. Daar komen we bij de tweede misvatting. Een zuur primer gebruiken is altijd beter voor de hechting. We zouden kunnen denken dat hoe agressiever de primer of bonder die we gebruiken, hoe beter de hechting op de nagels zal zijn. Nee, om dit te begrijpen wil ik wat meer uitleggen over de primer. Hoe werken de primers? Een primer werkt als een dubbelzijdig plakband. Het ene uiteinde van de moleculaire keten van de primer past perfect bij de nagelplaat en vormt een perfecte hechting met keratin in de nagel. Het andere uiteinde van de moleculaire keten van de primer past perfect bij de monomer- en polymerketen van de gel. Zo krijgen we een mooie band tussen beide nagel en gel. Een vette nagel bevat nog steeds vetresten op de nagelplaat die zuur nodig hebben om te worden opgelost. Hierdoor heb je dus een zure primer nodig. Als dat vet niet wordt verwijderd, kan de primer niet in contact komen met de keratin in de nagel en dan kan er geen mooie binding ontstaan, waardoor je geen goede hechting hebt. Waarom is het niet aangeraden om een zuurhoudende primer op elke type nagel te gebruiken? Omdat zuren van natuur agressief zijn en sensibilisatie kunnen veroorzaken op lange termijn. Hierdoor kunnen klanten acrylaatallergie ontwikkelen, wat met zuurvrij primers had kunnen vermeden worden. En je weet dat eens iemand een acrylaatallergie heeft ontwikkeld, het soms voorgoed gedaan kan zijn met gelnagels dragen. Het kan dan zelfs zijn dat ze andere allergie ontwikkelen en zelfs geen nagellak meer verdragen. Ook wordt de keratinestructuur van een droge nagel negatief beïnvloed door gebruik van een te agressieve zure primer. Niet doen dus. Kies de primer altijd in functie van de natuurlijke nagel. De zuurvrije primer voor normale, droge en gevoelige nagels. De universele primer op zuurbasis voor vette nagels. Dit brengt ons bij een andere misvatting over primers. De hechting is beter als er meer primer wordt gebruikt. Nee, absoluut niet. Nu weet je waarom het belangrijk is om de juiste primer te gebruiken voor het juiste type nagel. Even belangrijk is het gebruik van de juiste hoeveelheid primer, omdat te veel primer de greep doodt. Heb je ooit gezien dat je basisgel zich terugtrekt? Dat is een belangrijk teken dat je te veel primer gebruikt. Als je een zuur primer gebruikt op jouw klanten met vette nagels, kan het zijn dat je zelfs jouw basisgel ziet terugtrekken voordat ze haar hand in de lamp steekt. Als je een zuurvrij primer gebruikt, merk je er niets van totdat je klant haar hand uit de lamp haalt. Ook hier kan de basisgel zich terugtrekken. En zelfs als je het met het blote oog niet kan zien, is de hechting aangetast. Dan, waarom veroorzaakt te veel primer een slechtere hechting? Laten we eerst eens kijken naar de ideale primerlaag. De ideale hoeveelheid primer is wat wij een monolaag noemen. Het is één enkele laag primair moleculen die zich aan de ene kant hecht aan de keratine van de nagel en aan de andere kant aan de gel. Net als een dubbelzijdige tape. Als je meer primer gebruikt dan nodig, krijg je een overzadigde primerlaag, waarbij de cohesie, die de aantrekkingskracht is tussen dezelfde soorten moleculen, dus tussen de primer met zichzelf, groter is dan de adhesie die de aantrekkingskracht is tussen verschillende soorten moleculen, dus tussen de primer en zowel de nagel als de basisgel. Wanneer je te veel primer gebruikt, kan dit resulteren in zichtbaar terugtrekking van de basisgel die je bovenop de primer aanbrengt. Als dit je bekend voorkomt, let dan op hoeveel primer je gebruikt. Laten we doorgaan met misvatting nummer 4. Hoe meer ik mijn gel uithard, hoe beter het is. Als je je klant
ooit hebt gevraagd om haar hand 2 of 3 keer meer onder de uitharddingslamp te leggen, dan heb je dit gedaan uit angst voor onderuitharding. Als je last hebt van onderuitharding, dan past het licht van je lamp gewoon niet bij de formule van je gel. Met andere woorden, de golflengte van het licht van jouw lamp is te lang of te kort om de foto-initiator te activeren om het uitharddingsproces te starten. In dit geval gebruik gewoon de juiste lamp. Nu, als je langer uithardt dan de vereiste uithardingstijd en overgaat tot overmatige uitharding, zal dit leiden tot versnelde gelslijtage en verslechtering, wat vergeling, broosheid en breuk kan veroorzaken. En hier komen we aan de laatste misvatting. Het stresspunt zit in het midden van de gelnagel. Let op, bij het aanbrengen van een gelnagel zou je misschien denken dat het stresspunt precies in het midden van de hele gelnagel zit, maar nee, dit is niet het geval. Het stresspunt vertegenwoordigt het nagelgebied dat alle schokgolven en wendingen zal ondergaan als gevolg van de activiteit van de klant. Ongeacht de lengte van de nagels bevindt dit gebied zich altijd in het midden van het nagelbed, dus je negeert de vrije hand. Het is daarom dat we dit gebied moeten versterken om breuk te voorkomen en natuurlijk, hoe langer de nagel, hoe meer product er nodig zal zijn op dit gebied. Daarna, om een dunogende esthetiek te behouden, is het belangrijk om geleidelijk minder gel te gebruiken tegen het uiteinde van de vreemboord. En wees echter voorzichtig bij het veilen om de zijkant niet te veel te veilen, anders verzwakt je onmiddellijk jouw stresspuntbescherming. Ik hoop dat je genoten hebt van deze tijd samen en ik wens je het best voor de toekomst en tot snel! Hallo iedereen, super tof dat jullie vandaag deelnemen aan ons digitale event voor de lancering van de nieuwe ProNails collectie voor herfst-winter 2021. Deze nieuwe collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar op onze webshop voor professionele nagelstylisten op pronails.com of pronails.be of pronails.nl en uiteraard ook in jouw lokale ProNails shop. Dus breng zeker een bezoekje aan je dichtstbijzijnde ProNails shop na dit digitale event, zodat je al deze prachtige nieuwe kleuren met je eigen ogen kan bewonderen. Ik ben Michael en je hebt mij vast al wel gezien in een van onze vorige lanceringsevents. En als Creative Director voor ProNails stel ik jullie graag de eerste collectie van dit seizoen voor. Let's go! ProNails start dit nieuwe seizoen met een collectie die jou en je klanten zal laten genieten van de elegantie van natuurlijke en neutrale nagelkleuren, die de natuurlijke schoonheid van je handen en je nagels echt versterken. In vele opzichten zijn deze 6 nieuwe collectiekleuren echt wel de bare essentials voor jouw salon. Vandaar ook uiteraard de naam van deze collectie. Nu, tijdens de pandemie hadden we allemaal echt heel veel tijd om na te gaan denken over dingen. En het stelde ons in staat om erachter te komen wat echt telt. Wat we echt willen in het leven. En vandaag willen mensen een evenwichtiger en gezonder leven leiden. En willen ze volledig in contact staan met hun ware ik. Dat is waarom we hunkeren naar een frisse, schone, gezonde look. Omdat we onszelf hebben heruitgevonden. En we willen dus ons ook zo fris en herboren voelen en er als herboren uitzien. Want we laten enkel nog maar ruimte voor de pure essentie in ons leven. En dit verlangen brengt een nieuwe trend met een zacht en neutraal kleurenpalet. Waarbinnen dat onze natuurlijke schoonheid centraal staat. Dit palet bevat evenveel schakeringen als dat er huidtinten zijn. En onze huid wordt meer en meer belangrijk vandaag. Waardoor een dagdagelijkse huidverzorging een vitaal onderdeel van onze beautyroutine is geworden. En dan specifiek over deze kleuren en deze nagelkleuren. Deze warme, natuurlijke en lichte kleuren versterken echt onze gezonde gloed. En ze bieden een soort van no-make-up look voor nagels dan. Nauwelijks zichtbaar, maar des te stijlvoller. Voor de Bare Essentials collectie selecteerden we 6 ultieme neutrale kleuren
Die gaan van wit tot lichtroze tot nude en beige. En het zijn essentiële kleuren die door alle seizoenen heen belangrijk zullen blijven. Het grote voordeel, ze passen echt bij alles en iedereen. Elk salon moet deze kleur gewoon in huis hebben. En uiteraard zullen alle zes de kleuren beschikbaar zijn in onze professionele salonkwaliteiten. Zijn er de Gelle Color Gel, de Soap Polish, semi-permanente nagellak en de Longwear nagellak. Met deze collectie heb je echt de perfecte neutrale tinten in huis voor elke klant en voor elke gelegenheid ook. Ze zijn meer dan gewoon een trendkleur. Het zijn tijdloze nudes en die gaan jaren meegaan. Ideaal voor subtiele, alledaagse looks, maar net zo goed voor bruidsnagels bijvoorbeeld. Deze collectie is jouw manier als nagelstylist om elke klant de perfecte naturele kleur te bieden die ze zoeken. Met jouw expertise en samen met een ruime keuze aan kleuren zal je in staat zijn om de perfecte kleur te bieden die past bij de huid en look van elke klant. Nou, laten we nu naar de kleuren kijken in detail. Eerst hebben we Opening Dance, een nagelkleur die als een rijke, vloeiende witte zijde jurk gloeit. Nagels in deze kleur zullen echt glanzen in de zon. En het is een kleur perfect voor die ene bijzondere speciale dag, maar net zo goed om elke dag speciaal te maken. Het is een witte, frisse nagelkleur met een melkachtige ondertoon en een subtiele, zijdeachtige roze glans. Dus nieuw verkrijgbaar in Soap Polish, Gelac en Longwear, zoals alle Bare Essentials kleuren, in de prachtige Limited Edition Pro Nails 40 Years verpakking. Vervolgens hebben we Holding Hands, een heerlijke natuurlijke witte tint met een rozige ondertoon. Perfecte mix tussen wit en heel licht roze. Alle Bare Essentials kleuren zijn lichtjes transparant. Wat vooral leuk is bij deze wit-roze tint Holding Hands, omdat je hier echt kan spelen met de transparantie, afhankelijk of je het in één of twee lagen gaat aanbrengen. Dan hebben we Sweet Gesture, een meer uitgesproken, voller, lichtroze tint. Zacht en lief tegelijk. Perfect tint om ervoor te zorgen dat geen enkel klein gebaar onopgemerkt blijft. En ook, als je in de herfst en de winter meer binnenshuis leeft, verdienen ook je voeten een lief gebaar als deze Sweet Gesture kleur op je nagels. Want net in de winter mogen je voeten er poezelig mooi uitzien wanneer je gezellig op de bank ligt. Dan hebben we Bare Necessity. De naam zegt het al, deze kleur is een absolute must-have in je salon. Als je één kleur nodig hebt, dan is het wel deze. Want Bare Necessity is de ultieme nude kleur waar je al heel je leven of je carrière naar op zoek bent. Het is een kleur waar elke klant ook naar op zoek is. Het is een kleur die zowel koude als warme elementen bevat. Het is niet te roze, niet te peach, niet te beige, niet te geel, niet te licht, niet te donker. Precies juist als nude tint. Heel neutraal, volledig in balans. Niet koud, niet warm. En daarom een kleur die zal passen bij bijna elke klant met zowel lichte als donkere huidtinten. De volgende kleur is Close Contact. Dus ook een bruinige nude. Maar deze keer een paar tinten donkerder dan de Bare Necessity. En zonder die iets meer rozige ondertoon. Het is de donkerste kleur nude van de Bare Essentials. En natuurlijk heeft Pro Nails ook nog wel donkerdere nude tinten dan deze in de kleurengamma, moest je die nodig hebben voor je klanten. Ten slotte hebben we Subtle Move. En dat is een neutrale tint die zelfs de subtielste beweging van je handen zal doen opvallen door zijn eigen tijdse elegantie. Net als koffie met melk heeft deze kleur een meer beige, gele ondertoon ten opzichte van de andere nudes. Zanderige beige tinten zijn trouwens erg aanwezig in de mode en daarom geeft deze kleur een hele eigentijdse look op de nagels. Ook al zal deze kleur voor bepaalde huidstypes iets moeilijker te dragen zijn dan de meer toegankelijke rozige nudes. Nu, ook al zijn de Bare Essentials kleuren natuurlijke tinten die perfect zijn voor heel clean en neutrale nagellooks, toch bieden ze ook de perfecte basis voor delicate en minimalistische nail art die nu zo hard in de mode is. En mijn collega zal jullie later
tijdens deze digitale lancering een aantal fantastische en zeer inspirerende trendlooks en nailart ideeën laten zien die jullie allemaal kunnen creëren met deze nieuwe kleur. Dus blijf zeker kijken hiervoor. Nu, alle nieuwe Jellac en Sopolis kleuren die we vandaag lanceren zullen opnieuw verkrijgbaar zijn in de Limited Edition Collection Box. Eentje voor Jellac en eentje voor Sopolis, die telkens alle 12 nieuwe kleuren bevatten, dus deze 6 Bare Essential kleuren die ik net getoond heb, plus 6 nieuwe kleuren die ik jullie hierna zal noemen. En voor deze nieuwe collectiedozen hebben we 2 nieuwe marketing tools gemaakt die je er gratis bij krijgt. Een nieuwe, unieke metallic rose gold raamsticker met 40 years die je klanten klaarmaakt en in de mood brengt voor de feestdagen. En ook een praktische, kleine, dubbelzijdige staanderkaartje dat je op je toonbank kan plaatsen of waar dan ook in je salon om te communiceren dat je nieuwe ProNails trendkleuren zijn gearriveerd en beschikbaar zijn in je salon. Bovendien zal er dit seizoen nog een extra verrassing zitten in de collectiedozen. Een uniek limited edition ProNails product dat je enkel bij de aankoop van de collectiebox gratis zal krijgen, maar daarover later meer. Om deze nieuwe nude kleuren van de Bare Essentials in de kijker te zetten, hebben we een aantal nieuwe salon displays en display visuals gemaakt, zodat de Bare Essential collectie centraal kan komen te staan in je salon. We hebben ook 2 prachtige posters en een banner die je klanten kunnen inspireren in je salon door echt te tonen hoe elegant en fris deze neutrale nageltinten eruit kunnen zien. En ook op sociale media gaan we nog heel veel meer inspiratie delen voor jou en je klanten over hoe je deze nieuwe kleuren kan dragen en welke prachtige looks je ermee kan creëren. Dus hou zeker onze ProNails HQ Instagram in de gaten en aarzel niet om te reposten wat je leuk van vindt op je eigen salonaccount om ook jouw eigen volgers en klanten te inspireren. Nu, zo dadelijk geeft Sandrine jullie een overzicht van de verschillende opleidingsprogramma's die onze ProNails Academy zowel off als online te bieden heeft vandaag. Maar, want dat is nu meer dan ooit belangrijk om je expertise te blijven ontwikkelen als schoonheidsspecialisten. Maar laat ons eerst samen genieten van de frisse, zacht gekleurde wereld van de Bare Essentials collectie. Elke dag is een kans om te leren. Ik hou van deze zin, wat geen eenvoudige zin is, maar een manier van denken en leven. En ik ben er zeker van dat je door het onderwerp misvattingen in ons vak iets nieuws hebt geleerd dat jouw kennis verder heeft verrijkt. En dat is precies wat de ProNails Academy training jou biedt. Het verrijkt je op elk niveau. En ik zal uitleggen hoe. Laten we eens kijken naar de verschillende trainingen die de ProNails Academy je biedt. Je kan ze ofwel face-to-face volgen in een van onze opleidingscentra of online waar en wanneer je maar wilt. Laten we nu eens kijken wat deze trainingen je zullen brengen. Elke expert was ooit een beginner. Dus als je hier nieuw bent, gepassioneerd en nieuw in het nagelvak, dan heet ik je welkom en feliciteer ik je met het kiezen van een beroep waar je van houdt. Als je klaar bent om je carrière in eigen handen te nemen, om een volleerd nagelprofessional te worden, begin het allemaal met de ProNails basistraining, die alleen face-to-face plaatsvindt
en de reputatie heeft de beste training te zijn die er is als je je wilt onderscheiden van de rest in je toekomstige carrière. Bij de ProNails Academy leer je direct van ervaren professionals. Je profiteert van de persoonlijke assistentie van één expert in één van onze 200 opleidingscentra over de hele wereld. Je werkt met het beste product, leert innovatieve techniek en profiteert van het meest compleet trainingsprogramma. 48 uur trainingen die je leert perfecte handverzorging te bereiken, om de semi-permanent nagellak perfect aan te brengen, om prachtige gel nagels te creëren, om nagelverlenging te maken met schablonen, handmatig en elektrisch vuilen onder de knie te krijgen, alsook het aanbrengen van kleur en een elegante klassiek of omgekeerde French manicure te ontwerpen. En je profiteert ook van 18 extra gratis uren vervolgcursus om je vaardigheden verder te verbeteren. Wil je aan de slag of wil je meer info? Neem dan gerust contact met ons op via de ProNails website. Als je al een ervaren nagelprofessional bent, is het belangrijk dat je je energie steekt in wat zal bijdragen aan je groei. En daar zijn de volgende trainingen perfect voor. Ten eerste biedt ProNails een training om je techniek te verbeteren. Als je ondanks jouw ervaring bepaalde technische problemen ondervindt, zoals lossingen, problemen, breuken, of je hebt gelverlengingen op schablonen niet geleerd, of je hebt niet met een frees-toestel leren werken, of je wilt een bijscholing om de beste in je vak te zijn, weet dat de perfectietraining een zeer intensief training is om je techniek te verbeteren, zodat je je werk verbetert en efficiënter maakt. Tijdens deze intensieve tweedaagse trainingen gaan we aan de slag om jouw specifieke probleem op te lossen en je techniek te perfectioneren. En we zullen bijzondere aandacht besteden aan de precisie van het gebruik van het juiste tool en aan de geltechniek, zodat je perfect nagels op een heel snel tempo kan aanbrengen. Deze training is alleen face-to-face mogelijk. Dan biedt ProNails je twee trainingen aan om je werktijd te versnellen. Omdat tijd geld is, volg je de masteropleiding met de 3-in-1 Master & One bouwgels die speciaal zijn ontwikkeld om de werktijd aanzienlijk te verkorten zonder in te boeten op de kwaliteit van je werk en het eindresultaat. Je ontdekt daar niet alleen deze revolutionaire gels, maar ook een zeer snel en uniek applicatiemethode. Je kan deze 3 uur durende training zowel face-to-face als online volgen. Als je uitgeput en ontmoedigd raakt door handmatig veilen, of je nu nog nooit met een frees-toestel hebt gewerkt, of slechts heel zelden, dan is deze elektrische veiltechniektraining ideaal voor jou. Deze cursus is zeer compleet en leert je via een gedetailleerde stapsgewijze aanpak hoe je de perfect elektrische veiltechniek kan bereiken. De toepassing van deze techniek stelt je in staat sneller en comfortabeler te werken, voor elke klant een perfect resultaat te behalen, om elk lossingsprobleem door overmatig vuil te vermijden, jouw gezondheid en die van jouw klant te beschermen en zo veilig mogelijk te werken met de hoogste hygiënenormen. Deze training is online enkel beschikbaar. ProNails biedt ook 4 trainingen aan om nieuwe diensten te kunnen aanbieden binnen jouw salon. Als je ervan droomt je klanten perfect mooie nagelriem te kunnen bieden en je kleur zo dicht mogelijk bij de nagelriem te kunnen aanbrengen, dan is de opleiding Baby Manicure iets voor jou. Je leert hoe je snel een elektrische manicure kan uitvoeren zonder de nagelriem van jouw klanten te beschadigen. Deze behandeling is perfect geschikt als aanvulling op de basismanicure of op semi-permanent nagellak, maar ook voor gelnagels. En daarnaast is het ook winstgevend omdat je jouw prijzen mee kan verhogen. Je kan deze 3 uur durende training zowel face-to-face als online volgen. Groeien betekent natuurlijk jouw omzet verhogen en wanneer je jouw behandelingstijd hebt geoptimaliseerd, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om nieuwe behandeling toe te voegen en jouw dienstenaanbod uit te breiden. Geef jouw klanten, en laten we de heren niet vergeten, een luxe en effectieve pedicure dankzij professionele producten van uitzonderlijke kwaliteit en een snel en aangenaam verzorging dankzij het gebruik van de freestoestel. Extra diensten bieden betekent ook extra verkoopkansen, want ja,
Onze voetverzorgingsassortiment omvat zowel professionele producten als verkoopproducten voor thuisgebruik. Aarzel niet en volg de online opleiding elektrisch pedicure. En wil je de pedicure toch liever handmatig doen, dan kan je in plaats daarvan kiezen voor de 3 uur durende face-to-face cosmetic pedicure opleiding. Denk je misschien dat manicure een basic en eenvoudige procedure is? Bij ProNails denken we daar anders over. Een manicure is een luxe behandeling, het ultieme moment om jouw klanten in de watten te leggen. Ons handverzorgingsassortiment is ontwikkeld met prachtige, krachtige, antioxiderende ingrediënten die een echt anti-aging effect hebben. Als je het nog niet gebruikt, volg dan de manicure training en ontdek al onze tips en tricks om je klanten een manicure van superieure kwaliteit te bieden. Ook hier biedt deze training je extra verkoopkansen. Deze 3 uur durende training is face-to-face beschikbaar. Last but not least mag je de SoPolish training niet missen, die zowel face-to-face in een training van 3 uur als online beschikbaar is. Met de SoPolish semi-permanent nagellak zal je zeker een klantensegment van dynamische vrouwen die niet veel tijd hebben om in de salon door te brengen, tevreden stellen met prachtige gelakte nagels met een glans zoals gelnagels. En voor jou? Wat is er mooier dan deze veelgevraagde en supersnel behandeling van slechts 20 minuten applicatie te kunnen doen? Want ja, je kan 3 klanten helpen in slechts 1 uur. Kies dus de versie die het best bij jou past, online of face-to-face. En omdat je een artiest bent en plezier hebben in de job superbelangrijk is, biedt ProNails ook nail art trainingen aan. De nieuwe Nail Art Trends Workshop wordt elk seizoen gecreëerd, zodat je jouw artiestenhart kan laten spreken, jouw klanten die trendy willen blijven tevreden houdt en bovendien is elke look ontworpen om gemakkelijk en snel aan te brengen. En voor jou staat het je toe om extra inkomsten te creëren, want gratis Nail Art doen is natuurlijk waanzin. Deze trainingen zijn face-to-face of online beschikbaar. Kies degene die het best bij jou past. Ik sluit af met te zeggen dat het vandaag een fantastische dag is om iets nieuws te leren. Neem dus snel contact op met jouw lokaal ProNails verdeler of ga naar onze website en doe met ons mee in de ProNails Academy. En als je niet kan wachten om te leren, kijk dan eens naar onze webinar herontzijdingen van de Motivational Mondays op onze website. Ik wens je een hele fijne dag en hopelijk tot snel! Welkom, ik ben Nathalie, trainster bij ProNails en kleurenconsulent. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je elke klant de natuurlijke nagellook kan bieden waarnaar ze op zoek is. Met onze Bare Essential collectie heb je de perfecte set nude tinten beschikbaar in jouw salon. Een natuurlijke nagellook kan de natuurlijke schoonheid van je klant versterken. Maar hoe weet je dat welke de juiste kleur is voor haar? Laat je me wat extra hulp bieden en wat inzichten geven over dit onderwerp. De schoonheid in elke klant. Elke klant is anders en er zit schoonheid in ieder. Ieder heeft een andere huidskleur, een andere haarkleur en zijn persoonlijke stijl. Zoals je weet, moet de natuurlijke nagellook worden aangepast aan elke specifieke klant, anders heb je een saaie en onflatterende look, in plaats van juist die frisse en natuurlijke look. Waarom kies je nu net voor nude kleuren? Ten eerste zijn natuurlijke nagels en natuurlijk ogende make-up trending. Mensen willen er op hun beste uitzien, op een manier die hun natuurlijke schoonheid naar voren brengt, in plaats van deze te verdoezelen. Het is precies hetzelfde met hun nagels. Ze moeten subtiel zijn en onberispelijk perfect. Deze nude kleuren zijn dus belangrijk als trendkleur, maar even belangrijk als tijdloze klassieker. Het is een look die het hele jaar door gedragen kan worden bij elke mogelijke outfit en voor elke gelegenheid. Nu, het creëren van perfecte, elegante, natuurlijke nagels is een kunstvorm. U moet de perfecte nagelvorm creëren. Natuurlijk dun, maar toch sterk. Je moet onvolkomenheden corrigeren of verdoezelen en je wil bovenal de perfecte kleur die matcht met haar huidskleur. De verkeerde nagelkleur
zal haar niet flatteren en zal alle imperfecties onthullen. Dat wil je niet. Hoe adviseer je je klant nu de juiste kleur als ze beslist om voor deze nude tint te gaan? Wel, er zijn 3 belangrijke vragen die je kan stellen. Wanneer je een klant vraagt naar een natuurlijke nagellook, heeft ze meestal een vrij goed idee wat ze wil en hoe dat ze wil dat het eindresultaat eruit ziet. Dus dat is de eerste vraag die je haar gaat stellen. Welk eindresultaat wil jij graag op je nagels? Wil je dat je nagels blenden in de huid of dat ze juist iets meer opvallen? Moet je nagel opgaan in haar huidskleur of mag hij een beetje opvallen en contrasteren? Dan kan je bijvoorbeeld je nude tint iets lichter of iets donkerder nemen dan de huid. Wil je klant een dekkende of een transparante kleur? Wilt haar natuurlijke nagel nog zien? U kunt elke klant helpen met onze Bare Essential kleuren. Ze zijn semi-transparant als je ze in 1 laag aanbrengt en door 2 lagen aan te brengen krijg je een volledig dekkende look. De tweede en tevens belangrijke vraag is: wat is de natuurlijke huidskleur en ondertoon van je klant? Het antwoord op deze vraag zal de juiste kleur voor haar bepalen. De natuurlijke huidskleur is vrij makkelijk te bepalen. De huid van je klant kan van wit-blank tot donker-zwart gaan en alle tinten daartussen. Elke huidskleur heeft zijn natuurlijke schoonheid en dit zal bepalen hoe donker of hoe licht je nude kleur moet zijn, afhankelijk of je klant de kleur geblend of contrasterend wil. Naast de natuurlijke huidskleur heb je de ondertoon. Dit is de warmte van je huidskleur. Dat is een beetje moeilijker te zien, maar het is echt de sleutel als het gaat om het kiezen van de meest flatterende kleur. In het algemeen zijn er 2 huidstinten, koude en warm. Huiden met een koude ondertoon zijn zoals de vrouw aan de linkerkant. Ze hebben meestal een meer roze ondertoon, maar deze kan ook iets meer blauw of zelfs grijzer zijn. De huidskleur rechts heeft een warme ondertoon. Dit is normaal gesproken meer geel. Op deze foto kan je goed het verschil zien tussen de meer rozige en de meer geel ondertoon. Ik moet zeggen dat dat niet altijd even makkelijk is om op het eerste zicht te bepalen. Daarom geef ik je graag nog wat extra tips. Hier zie je hoe kleuren traditioneel worden verdeeld in koude en warme kleuren. De kleuren aan de linkerkant worden beschouwd als koeler, zoals je ziet meer rozer, blauwachtig en groene tinten. En de kleuren rechts zijn meer geel en oranje en worden als warm beschouwd. Je kan dit als leidraad gebruiken voor je huidskleurkeuze. Hou wel in gedachten, wanneer een klant een koude ondertoon heeft, gaan koele kleuren haar beter flatteren en omgekeerd. Het is belangrijk te weten dat zowel lichte als donkere huidstinten een koude of warme ondertoon kunnen hebben, zoals je op deze foto ziet. Alle huidstinten links, gaande van heel wit met een rozige ondertoon tot heel donker met een blauwachtige ondertoon, zijn koud. Rechts zie je mogelijke variaties van warme huidstinten die even licht of donker kunnen zijn, maar altijd die gele ondertoon hebben. Hier volgen nog wat extra tips. Voor koude huidstinten zijn zilveren sieraden het meest flatterend. Voor warme huidstinten is goud wat je nodig hebt. Pas op, goud is momenteel wel erg in de mode en het is mogelijk dat je klant deze kleur draagt omdat ze deze trend wil volgen. Een andere tip is om je klant te vragen wat ze zou kiezen als ze een felle nagelkleur wil. Zou ze liever roze-rode tinten dragen, zoals When in Love, Dragonfruit Spacesuit of Scuba Pink? Of wil ze meer oranje tinten kiezen, zoals koraal en oranje-rood? Deze laatste zijn mooier als ze een warme ondertoon heeft. Nog een laatste tip, doe de papiertruc. Hou een perfect wit stuk papier naast de huid van je klant. Je ziet meteen of de huid meer rozig koud of meer gelig warm is. Nu, een derde vraag die je kan stellen, is de huid gebruind ja of nee? Een vakantie of enkele zonnige dagen kunnen de kleur van de huid tijdelijk veranderen. De huid zal iets warmer en donkerder worden door de bruining.
Dit is de reden waarom een nude kleur voor u als klant verschillend kan zijn in de zomerperiode of in de winterperiode. Hier zien jullie een overzicht van de juiste kleuren om te gebruiken als je deze drie vragen hebt beantwoord. Beslis over het eindresultaat, de huidskleur, rekening houdend met dat ze gebruind is, ja of nee, en belangrijkste, de ondertoon. Dit laatste element is een belangrijke drijfveer bij het kiezen van de perfecte kleur voor je klant. Voorbeeld hiervan, als je klant een koele ondertoon heeft, meer bleek-wit met een rozige of blauwige tint, is ze beter met witte en roze nude tinten, zoals opening dance, holding hands en sweet gesture. Wanneer ze een meer grijzige, olijfkleurige ondertoon heeft, kan je kiezen voor een kleur die niet te roos of niet te geel is. Bare Necessity zal de perfecte kleur zijn voor haar. Wanneer je een warme ondertoon hebt, dus meer geel met groene aders en een huid met vaak gouden sproeten, dan kies je het best voor bruine en beige nude tinten. De perfecte kleuren voor die type zijn de Bare Necessity, Close Contact en Subtle Booth. Wanneer je een warme ondertoon hebt die meer olijfkleurig is, dan neem je beter een gouden nude tint, zoals Subtle Move. Dus, zoals jullie hier kunnen zien, is onze Bare Essential collectie de perfecte selectie voor al je klanten. Ze gaan van zeer lichte tot donkere huidstinten en van koude tot warme ondertonen. Opening Dance is onze eerste kleur, te beginnen aan de linkerkant. Het is de perfecte witte tint met een roosachtige iriserende glans die perfect is voor lichte koude huidstinten of donkere koele tinten die van een meer contrasterende look houden. Holding Hands is een soort wit met een roze ondertoon. Het is de perfecte kleur voor een koele huidskleur. Sweet Gesture is een zeer lichte roze tint die meer flatteert voor koude huidstinten. Close Contact heeft wit en bruin in zich, met een meer gelige basis. Dit is perfect voor de warme huidstinten. Het is tevens onze donkerste nude kleur in onze collectie. Bare Necessity is een beetje lichter en heeft een vleugje koraalroze in zich. Het heeft zowel warme als koude elementen. Dit maakt het de perfecte nude kleur voor alle huidstypes, van donker tot licht en van koud tot warm. De laatste kleur in de collectie is de Subtle Move. Het is een mengsel van bruin, wit en geel, dus een kleur die ideaal is voor een warm, gelig huidtype, omdat dit het meeste geel in zich heeft. Tot slot nog een laatste tip. Stijl is altijd belangrijker als kleur. Als je klant een heel specifieke stijl en kleur wil, dan volg je haar voorbeeld en komen jullie samen tot een verbluffend resultaat. Het belangrijkste is dat je haar tevreden zal stellen. En ook, een foutje is snel gemaakt. Als je een kleur aanbrengt en het ziet er dof of onnatuurlijk uit, verwijder deze en ga voor een andere kleur. Hoe rijper de huid, hoe belangrijk het is om de juiste kleur te dragen, meestal wordt deze huid iets grijzer en doffer. Dat wil je niet benadrukken. Meestal heeft de huid een koele ondertoon, dus gele nude kleuren zijn minder geschikt. Tot slot kan je nog wat glans toevoegen om een nude kleur kouder of warmer te maken door onze zilveren of rozegouden topcoat toe te voegen. Onthoud hier, zilver voor koud, goud voor warm. Zo, ik hoop dat deze tips je kunnen helpen te begrijpen hoe je de huidskleur en de ondertoon van elke klant kan herkennen. De juiste kleur brengt bij iedereen de natuurlijke schoonheid naar boven en dat is wat elke klant wil. Ze zullen er dol op zijn en graag bij je terugkomen. Ik wens jullie een topseizoen. Zoals gewoonlijk lanceren we ook een tweede collectie voor het komende winterseizoen. En deze keer konden onze twee collecties niet meer verschillend zijn. In feite verschillen ze letterlijk dag en nacht van elkaar. Waar de Bare Essentials in feite kleuren voor eender welk seizoen zijn, perfect voor alledaagse, tijdloze, elegante looks,
is de volgende collectie duidelijk een zeer opgeklede wintercollectie voor speciale gelegenheden, waarvan het hele idee is om opnieuw een vleugje extravagantie en glamour aan het alledaagse leven toe te voegen, nu dat we eindelijk weer terug kunnen samenkomen en uitgaan. Laten we eens kijken wat ik juist bedoel. De tweede collectie van dit seizoen draait helemaal rond uitgaan, je opkleden en heeft als naam About Last Night. Misschien herinneren jullie nog wel de tijd toen we de hele nacht konden feestvieren, meestal gevolgd door het delen van zotte foto's op social media de volgende dag met de hashtag About Last Night, waarop onze glamoureuze outfits te zien waren of de spectaculaire feestlocaties waar we waren. Om gewoon wat extra FOMO aan te wakkeren bij degenen die er niet bij konden zijn. Nu, die tijd is eindelijk, yes, weer aangekomen. Weer aangebroken. Want ja, ook al is COVID nog steeds aanwezig, toch zijn we met z'n allen, er zijn veel van ons zijn al gevaccineerd, en worden de dingen eindelijk weer een beetje terug normaal. En krijgen we de vrijheid terug om uit te gaan, om samen te komen, om te feesten. En trendwatchers zeggen het al een tijdje, dat na deze pandemie gaan we echt een soort van moderne versie krijgen van de Roaring Twenties, van de gekke jaren 20 van de vorige eeuw. Dus een periode terug van uitbundige vrijheid, feesten, glamoureuze outfits. En misschien herinner je nog wel de iconische feestscène uit de film The Great Gatsby met Leonardo DiCaprio. Dat is echt waar de Roaring Twenties om draaien. Het is helemaal ook geen toeval, niet toevallig, dat deze typische Roaring Twenties Art Deco-stijl ook terugkomt in de mode op dit moment. Dus ik hoop dat je klaar bent om het innerlijke feestbeest opnieuw los te laten. En in ieder geval, je klanten zijn er klaar voor en gaan bij jou komen voor aangepaste looks. Want ja, we zijn echt allemaal toe aan een beetje meer kleur en glitter en extravagantie in ons leven. Na meer dan een jaar bijna niks anders te hebben gedragen thuis. Dat joggingbroeken en t-shirts, omdat we allemaal thuis aan het werken waren. Willen mensen nu die herwonnen vrijheid vieren door echt dat beetje meer moeite te doen en echt bewust werk te maken van hun looks, van hun fashion, van hun haar, van hun nagels. En we zien dat ook terugkomen in de herfstmode. We zien echt een duidelijke en opvallende terugkleur naar veel meer avondkleding. En de nodige glitter en glamour in de outfits. Dior, Valentino, Paco Rabanne en onlangs nog Dolce & Gabbana in Venetië komen allemaal met echt hele glamour avondlooks met veren zelfs en parels, edelstenen, pailletten. En dit seizoen zullen we naast die trend van natuurlijke schoonheid waar ik het over had met de Bare Essentials ook wel die glamour outfits die gaan de bovenhand hebben in je dressing. Dus we hebben echt een bijpassende collectie nodig van professionele nagelkleuren. Want ja, onberispelijke salonnagels, dat gaan echt de must-have zijn van en de must-have mode-accessoires zijn van dit seizoen. Want enkel wanneer je nagels al perfect zijn, kan je last minute ja zeggen tegen een uitnodiging of een avond. Dus verwacht dit seizoen echt heel veel afspraken, want haar, nagels, alles moet weer salonperfect zijn. En mensen zijn blij dat ze eindelijk weer moeite kunnen doen om er goed uit te zien en zijn bereid om ervoor te betalen. Dus het gaat best druk worden voor de beauty professionals dit seizoen. En de nieuwe collectie About Last Night weerspiegelt perfect de geest van deze tijd. Want het is een glamoureus kleurpalet van deze 6 nieuwe professionele Art Deco geïnspireerde nageltinten. En we vullen dat aan met glinsterende nail art items, waarover straks meer. Dus laten we nu eens één voor één in de kleuren duiken. Eerst hebben we Majestic Magenta. En dat is een grootse fuchsia kleur. Een hot pink met een paarse ondertoon. Echt een sensuele knipoog naar de Art Deco sfeer van de jaren 20. Intens, het is opvallend en zeker in combinatie met zo'n beetje een donkere
outfit. En het is de krachtigste kleur van deze collectie. En die straalt echt rijkdom en pure, sterke vrouwelijkheid uit. Daarna hebben we Ride My Carmine. En net als in het iconische kunstwerk, misschien ken je dat, en de looks van Tamara de Lempicka, een kunstenares van de jaren 20, die echt die stijl van Art Deco echt heel goed vastlegde. Ja, is dit rood echt een vrijgevochten rood? Een kleur die de drager ervan echt in de driver's seat zet. Het is een karmijnrood. Dat wil zeggen dat het een diep rood is met een beetje een paarsblauwe violette ondertoon. Zeker geen ordinair plat rood dus. Verder hebben we Foxy Fury. Een kleur die als een roodgloeiende vonk zal ontvlammen. Zeker wanneer, een kleur die perfect voor wanneer dat de party fever je overvalt. Het is een kleur die ook prachtig kan worden opgefleurd of verrijkt kan worden met een beetje glitter erop. Want daarvoor gaan we een aantal prachtige nieuwe glitter topcoats in gel en Sopolish lanceren. Mijn collega zal die zo meteen voorstellen. En als nagelkleur is Foxy Fury een echt warm kastanje roodbruine kleur. Dus een echte herfsttint, maar het is niet zo'n flauwe pumpkin spice kleurtje. Nee, het is echt wel foxy en fel en vurig roodbruin. Dan hebben we Stay on Taupe. Nu, de grijze trend bereikt echt wel zijn hoogtepunt dit jaar. Dus als je bij de trends wil blijven, dan gaat het echt wel zijn met grijs. En zeker kan dit met die prachtige, glamoureuze taupe. Stay on taupe, vandaar de naam. Het heeft dus een warme rode ondertoon. En met echt een beetje een ingetogen elegantie voor nagels. Het gaat de nagels heel eigentijds maken. En het geeft een beetje, ja, het is een meer donkere kleur, ook een neutrale kleur. Die nagels er gewoon stijlvol en verzorgd doen uitzien. Dus het is een soort van kleur voor elke gelegenheid. Dan hebben we Garden of Delights. Het is een natuurlijk groen khaki kleur. Toch ook wel een trendkleur voor in herfst en de winter. En als je elk feestje als een tuin vol verrassingen ziet, dan wordt... Met deze kleur wordt je amuseren echt een beetje een tweede natuur. Het is een prachtig, echt groene khaki. Echt een kleur die nog ontbrak in het ProNails gamma. En nu hebben we ze. Er gaat veel vraag naar zijn deze winter. En last but not least hebben we Hot Mesh. Een donker antracietgrijs. Perfect voor een beetje een rebelse party look. Het is sexy, maar ook messy. Het is het tweede grijs in de collectie, maar deze is pak donkerder, met een koud blauwachtige ondertoon, waarbij dat de taupe meer een warm roodachtige ondertoon had. Perfect voor een avondje uit, en ook perfect om als basis om te gaan versieren met de nieuwe glitter topcoat, waarover later meer. Zoals ik al zei, zullen we de nieuwe collectiedozen opnieuw lanceren, met alle 12 nieuwe kleuren in Gelac of Sopolish. Dus dat wil zeggen deze 6 About Last Night kleuren en dan ook de 6 Bare Essentials kleuren die ik eerder heb toegelicht. Nu, op deze manier krijg je echt een collectiedoos met 12 nieuwe seizoenskleuren waar dat je klant uit kan kiezen. Dat zijn dan enerzijds 6 kleuren voor een natuurlijke look en 6 kleuren dan voor een meer geklede avondlook. En bij elke doos krijg je de gratis raamsticker, zoals ik zei. Met Time to Celebrate op, ook heel toepasselijk voor About Last Night. De tentkaart, waarmee je de kleuren kan promoten. En dan nog dat ultieme limited edition product dat er gratis bij gaat zitten. Enkel bij de collectiedozen. En mijn collega gaat het zo meteen eindelijk onthullen. Nu, om het About Last Night Art Deco gevoel in je salon te brengen, kan je kiezen uit een van de nieuwe salondisplays of de visuals. Van de display visuals gebruiken om je bestaande displays te vervangen. En we hebben ook 2 opvallende nieuwe posters en 2 braas schilderijachtige banners om de Roaring Twenties vibe tot leven te brengen in je salon. Echt bijna tableau vivants, maar ook banners. Zoals eerder vermeld, zullen we
ook wel nog veel meer inspireren via social media, vooral via Instagram. Dus blijf ons steeds wel volgen. Want daar ga je nog veel meer ontdekken over deze kleuren en hoe je ze kan dragen. En over social media gesproken, ben jij misschien naast professional, beauty professional, ook echt wel een social media fanaat? En vind je het leuk om je expertise online te delen? Dan kunnen wij je misschien helpen om je online aanwezigheid echt nog wel naar een hoger niveau te tillen. Door ProNails ambassadeur te worden. Als ambassadeur zullen we je helpen om je digitale stem te versterken en zodat je echt een expert in je business wordt. En dan gaan we samen mee aan werken om nieuwe producten online te lanceren en originele nagellooks te creëren. Dus als je denkt dat je hiervoor de juiste persoon bent, stuur dan zeker een berichtje op Instagram naar @pronails_hq en vertel ons waarom jij volgens jou een ProNails ambassadeur bent. Nu, om je nagels te stylen voor een glamoureuze avond uit, kan je dus best deze nieuwe About Last Night kleuren gebruiken. En je kan dat natuurlijk best doen op een zeer decoratieve manier en ze nog extra gaan versieren met glittereffecten en nail art designs. Want we willen ook dat je dat gaat doen met deze kleuren. Want deze kleuren en deze collectie gaat over net het toevoegen van dat extra touch glamour en extravagantie, zodat je er echt verfijnd gaat uitziet en zodanig dat die nagels echt deel gaan uitmaken voor een avond, van een totaal look voor een avondje. De About Last Night kleuren zijn met andere woorden de perfecte kleuren om nagels te creëren die helemaal klaar zijn voor een avondje uit. En je doet dat natuurlijk het beste door ze ook nog eens te gebruiken op een heel creatieve manier met extra nail art en glitter effecten. We willen dat ook eigenlijk dat je dat doet, want daar gaat deze collectie ook over. En nagels creëren die deel uitmaken van een echte totaal look, zodanig dat je klaar bent om de nacht te veroveren. En voordat mijn collega een aantal fantastische nieuwe nail art producten gaat voorstellen en nail art designs, laten we alvast het feestje starten en even genieten van de About Last Night collectie sfeer. Welkom bij onze nail art van deze herfst- en wintercollectie. We hebben ons gebaseerd deze keer op snelle, eenvoudige, maar hele elegante nail art. We hebben hiervoor samengewerkt met twee nagelstylisten die je laten zien welke nail art perfect past bij welke nieuwe herfstkleur. We hebben het heel gemakkelijk gemaakt voor jou en al deze looks stap voor stap gefilmd, samen met een lijst van alle benodigdheden van de volledige look. Dit hebben we dan in onze herfst- en winter nail art e-learning opgenomen, waarover later meer. Ik laat je vandaag eens al een klein stukje zien om je een idee te geven wat je van onze e-learning kan verwachten. Zo, nu heb ik jullie lang genoeg laten wachten, denk ik, en gaan we eens kijken wat ik heb voor jullie. Onze Flash Diamonds Effect Kit. Met deze Flash Diamonds Effect Kit creëren fonkelende diamantjes in het donker. Als je met de flashlight op je smartphone in het donker op je nagels schijnt, dan gaan de schitteringen dansen in het licht. Alsof er mini-diamantjes over je nagels worden uitgestrooid. Zoveel meer dan een gewone glittergel dus.
Jouw klanten zullen ook amper kunnen kiezen uit deze drie schitterende gels van onze Flash Diamond Effect Kit. De Black Diamond is een mooie, diepe, zwarte glitter met een rosé-effect, perfect om die black nails wat vrouwelijker te maken. De Amber Diamond is een mooie koperen glitter met een gouden en rode glitters in, die perfect past bij onze kleur Foxy Fury. De Orchid Diamond is een mooie lavendelkleurige glitter met een zilveren ondertoon die perfect past bij onze Stay on Top. Ook een leuke tip, deze glittergels kunnen zowel met shellac als op polish gecombineerd worden, omdat deze afweekbaar zijn en ze kunnen ook geveild worden. Je kan met twee lagen ze als kleur aanbrengen of gewoon met één laagje over een andere kleur aanbrengen voor een speciaal effect. Onze Dots on Top Gloss. Met deze matte topcoat werk je elke nagellook snel af met letterlijk één lakje nail art. Geen glanslaag daarna meer nodig, want deze zit er al in. Met zijn zwarte dotjes in verschillende groottes is het winterse gevoel om de hoek. Deze tijdloze nagellook is prachtig in combinatie met de nieuwe Nude collectie. In tegenstelling tot vele andere matte topcoats gaat hij na verloop van tijd nooit blinken wanneer je met je nagels ergens op krast. Een echte topper dus. Ook een leuke tip is dat je met deze matte topcoat tijdens Pasen de mooie trend van de kwarteleitjes perfect kan nabootsen. Onze nieuwe Silver Shimmer topcoat. Deze zilveren glitteren topcoat is ideaal voor al wie haar manicure extra wil laten blinken. Prachtig in combinatie met de donkere herfstkleuren voor een feestelijker effect. Met één laagje zilver shimmer glitter en helemaal klaar. Je hebt na deze glitter geen gloss meer nodig en dat is weer een stapje minder. Deze zilver shimmer topcoat is zowel in onze Sapphire als de Polish Shine versie verkrijgbaar en vervangt ook de gekende Polish Shimmer Gloss. Want hier zitten meer glitters in en ze schitteren nog feller. Nog beter dus. Onze Rosé Shimmer topcoat. Ook deze keer zijn er collectieboxen voor ons 40-jarig bestaan. Maar deze keer geven jullie iets exclusief gratis. Zo toon jij aan je klanten dat je met trots deel uitmaakt van een merk met 40 jaar expertise en dat alle pronails kleuren beschikbaar zijn in jouw salon. Want deze Rosé Shimmer Gloss is enkel en alleen te verkrijgen in de collection boxes. Niet apart. Twijfelde je dus om een collectiebox aan te kopen, dan zal deze Limited Rose Shimmer Gloss je zeker overtuigen. Deze topcoat heeft een roze-gouden effect en is zowel in de kwaliteit van onze Sapphire Gloss als onze Sopoly Shine verkrijgbaar. Het geeft een extra dimensie aan de nude kleuren in onze winter. De stickers Painted Poppies. Deze ultra-fijne nagelstickers met klaprozen zijn een snelle en gemakkelijke nailart. Ze lijken op aquarel en zijn zo verfijnd en dun, waardoor ze als een tweede huid op de nagel kleven. Combineer ze met de felle najaarskleuren of ze zijn heel prachtig met onze nude collectie. Deze zorgen voor een luxueuzere winterse look. Voor dit seizoen hebben we samengewerkt met Agnieszka Kornas van Polen en Patricia Lima van Portugal. Ze hebben voor ons weer prachtige creaties gemaakt en deze stap voor stap in een video uitgelegd. De volledige video's, de uitleg en de productenlijst vind je in onze herfst en winter e-learning. Laten we dus een kijkje nemen van hoe ze te werk zijn gegaan. Hier zie je onze Milky Swirls. De swirls zijn nu echt in sinds deze zomer en ook deze trend zetten we graag verder in de winter. Agnieszka laat hier ook een zachte swirl zien met een babyboomkleur. Onze nieuwe Sweet Chester met onze Limited Sapphire Rose Shimmer. En ze werkt deze ook af met de swirls met de Gel Paint White Canvas. Dan hebben we nog onze Dark Swirls. Onze nude kleuren zijn hier perfect voor, gecombineerd met de donkere tinten die Patricia hier laat zien. Gebruik het penseel Pointy nummer 7 om gemakkelijke swirls te tekenen. Een nieuwe glitter-ombre-techniek is geboren. Gebruik onze effectkits die super glinsterende glitters bevatten en maak een ombre met onze Master Pale White. Heel snel en gemakkelijk, want onze Master Pale White is ook ineens een glanslaag, dus je hebt geen topcoat meer nodig. Je kan de look dan nog extra sensualiteit geven door met de Gel Paint White Canvas mandala-tekeningen te maken. Zo geef je een mooi 3D-effect aan
Je kan de look dan nog extra sensualiteit geven door met de Gel Paint White Canvas mandala tekeningen te maken. Zo geef je een mooi 3D effect aan je glitter ombre. Onze witte crème kleurige opening dance met rosé shimmerloss gecombineerd met onze nieuwe matte Dotson topcoat zorgt voor een zachte nude nail art met een winterse touch. De verschillende maten van dots maken het speels en sensueel. De matte afwerking verzacht dan ook nog wel eens de kleuren tot een fluweel plaatje. Teken daarna met de Gel Paint Calligraphic Black nog extra blaadjes bij en de look is af. Go in the dark met onze effectkits. Maak met de Stay-on Taupe en de Hot Mesh kleuren een leuke abstracte tekening mee, gecombineerd met de Black Diamond kleur van onze Flash Diamonds effectkit. En ga donker in. Heel fascinerend is dat wanneer je in het donker met een flashlight op je nagel schijnt, de glinsteringen tevoorschijn komen zoals magie. Onze nudes, gecombineerd met de Painted Poppy stickers, zorgen voor een heel vrouwelijk resultaat. Net dat ietsje meer aan een klassevolle nude kleur. Hier gebruiken we bijvoorbeeld de lichtroze tint Holding Hands en daarna de donkerbruinroze tint Close Contact voor contrast. Voeg een paar sparkles toe met de Gold Chrome Flakes en teken de donkere Close Contact vlakken af met onze matte Dotson topcoat voor een winterse touch. Daarna lijn je de vlakken af met onze Black Spider Gel of Black Gel Paint. Maak Black Gel Paint. Maak een nieuwe marble look met de Effect Kit Glitters. Leg eerst onze mooie zandkleurige Subtle Move als kleur, maar hard de tweede laag nog niet uit. Maak je marble met de Subtle Move, de Foxy Fury, wit en zwart en voeg dan nog een beetje sparkles toe van de Amber Diamond. Dan is het heel belangrijk om met penseel nummer 13 te werk te gaan. En als je de ultieme tip wilt weten, zodat de kleuren mooi vloeien, dan moet je zeker deelnemen aan e-learning, want daar leek het stap voor stap uit. Back to the nature. We houden van bladeren en de nervengevende structuur op onze nagels. Leg eerst een naturele laag met onze Subtle Move kleur en daarna teken je de ovale vorm met de Garden of Delight kleur. Maak deze look mat en teken met de Calligraphic Black Shell Paint voor een mooi 3D resultaat. Ready to raw. Mix and match. Maak een ombre met de kleur Majestic Magenta en onze Calligraphic Black Shell Paint. Lak daarna de nieuwe Limited Sapphire Rose Shimmer erover voor de ombre nog egaler te maken. Gebruik onze Gel Paint Calligraphic Black om te tekenen en volg alle volgende stapjes in onze e-learning. Gebruik onze nail art penselen om zonder urenlang te moeten oefenen een perfecte ombrebloem te tekenen. Lak de nieuwe kleur Ripe Macarmine als basis en maak een ombre met de Calligraphic Black Shell Paint. Lak daarna de nieuwe Dotson Top matte gloss erover en leer in onze e-learning hoe je de perfecte bloemetjes maakt met het juiste penseel. Seashell is back. Creëer een mooie ombre met de nieuwe kleur Majestic Magenta en de Calligraphic Black Shell Paint en teken je Seashell met onze Limited Edition Sapphire Rose voor het mooie pareleffect. Deze glitter topcoat heeft een rosé gouden schijn en laat de zee weer helemaal tot leven komen. Onze nieuwe zilver shimmer in zowel Sapphire als op Polish versie is ook heel mooi met de Extreme Matte erover voor een heel zacht resultaat. Op de nieuwe kleur Hot Mesh komt deze grijstoon heel sterk tot zijn recht. Je kan met onze Flash Diamond F deze grijstoon heel sterk tot zijn recht. Je kan met onze Flash Diamond Effect Kit zowel een strakke look als een sensuele look creëren. Hier gebruikt Patricia bijvoorbeeld onze nieuwe nude kleur Bare Necessity als basis gecombineerd met bijna alle nieuwe herfstkleuren. Dan tekent ze met de glitters van de Effect Kit en zo geeft ze meer dynamiek aan de kleuren. Je kan dus kiezen voor abstracte tekeningen, maar ook voor mooie bogen voor een sensuele look. Zo! Nu zijn jullie volledig opgeladen met creatieve ideeën en kunnen jullie aan de slag. Wil je alles stap voor stap op je eigen tempo nog eens doornemen, dan is onze Nederlands e-learning ideaal voor jou. Je krijgt deze nu ook gratis bij aankoop van een medium of large pakket, waarover mijn collega later meer uitleg zal geven. Vergeet ons ook niet te taggen at pronails_HQ in jullie creaties. Dan delen we dit graag. Ik kijk er al van naar uit en heel veel succes!
En zo zijn we tot het einde gekomen van het online lanceringsevenement. Het wordt een geweldig seizoen met de allernieuwste trends, hoogwaardige klassiekers en vakbekwaamheid die je op elk moment van je carrière kan perfectioneren. En gelnagels, die zijn meer dan ooit in. Maar jij als beauty-expert en jouw klanten zijn veel kritischer geworden vandaag de dag. Gelnagels moeten er vandaag zo natuurlijk mogelijk uitzien. Dus de dikte, de vorm, de lengte en de kleur zijn extreem belangrijk geworden. Dankzij de nieuwste technieken en producten lukt het ons dan ook perfect om de wens van onze klanten, natuurlijk ogende sterke nagels, in te willigen. Dit seizoen worden de master en de nieuwe nude kleuren, waarvan er voor elk huidtype een ideale match is, dus jouw succesvol recept. De innovatieve Pro Nails Master Gel blijft ook dit seizoen de favoriet van velen. Dankzij de One Drop techniek en zijn ultra sterke formule bespaar je 30 minuten op een gelbehandeling. Je hoeft niet meer na te veilen en je levert de dunste en de sterkste nagels af. De Master Gel blijft dus ook dit seizoen de meest begeerde gel. Heb jij de Master Gel nog niet geprobeerd? Dan heb ik goed nieuws, want dit seizoen kan je hem volledig gratis testen. Hij zit namelijk volledig gratis in het Large Promo pakket dat ik zo dadelijk zal voorstellen. En dat testen hoef je niet alleen te doen, want je kan hiervoor een gratis 3 uur durende Master Workshop volgen in een van onze opleidingscentra. Of je kan ook de uitgebreide e-learning op je eigen tempo volgen die ook gratis in het Large pakket zit. Gelnagels zitten dus in de lift, maar we merken in de markt dat er ook meer en meer sprake is van allergieën. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit van je gel en je uithardingslamp. Allergieën ontstaan namelijk doordat niet goed uitgeharde gels in contact komen met de huid. Om die reden is het superbelangrijk om voor kwalitatieve gels te kiezen en de meest kwalitatieve, compatibele uithardingslamp. En als ik je een tip mag geven, blijf bij één kwalitatief merk. Alleen zo kan je zulke problemen voorkomen. En bij ProNails bijvoorbeeld worden alle gels uitvoerig getest onder de ProNails lampen en vind je zo op elke gelpot of fles de juiste uithardingstijden onder de ProNails lampen. Nu, naast gelbehandelingen blijven ook semi-permanente behandelingen enorm populair. Klanten die nog niet klaar zijn voor gel, klanten die sporadisch hun nagels eens laten behandelen of klanten die het er zelf willen kunnen afhalen, dienen zich sowieso ook aan in jouw salon. Zorg er dus voor dat je deze verschillende klanten met de juiste techniek kan bedienen. Bij ProNails is er voor elk wat wils en kan je jouw klanten op maat helpen. Zo is er de Sopolish Structure Base, een innovatieve basis voor de allermoeilijkste nagels. Deze semi-permanente basisgel geeft structuur aan deze nagels. Ze versterkt de nagels en het egaliseert alle imperfecties. Deze gel blijft tot 3 weken op de nagels en je kan er zelfs tot 2 mm mee verlengen. Je kan deze gel ook veilig affrezen om hem te verwijderen, indien je niet wilt afweken en dat zonder de natuurlijke nagel te beschadigen. En dan is er ook nog de Sopolish Easy Peel. De Sopolish Easy Peel is perfect voor klanten die hun Sopolish nagels er zelf willen kunnen afhalen. Na bijvoorbeeld 2 weken en ze kunnen dat, zeer belangrijk, zonder de natuurlijke nagel te beschadigen. En dan hebben we uiteraard de klassieker, de Sopolish Easy Soak, die zowel voor handen als voor voeten geschikt is. De Easy Soak is afweekbaar in slechts 5 minuutjes, brengt zeer gemakkelijk aan dankzij het superhandige borsteltje en heeft een houdbaarheid tot 2 weken. Nu, klanten die kiezen voor een semi-permanente behandeling hebben tussen de behandelingen door naakte nagels. Aan jou dus om hen te adviseren hun nagels goed te verzorgen en in het beste geval hun nagels te verstevigen met een verzorgende nail hardener. Ook klanten die stoppen met gelnagels of klanten met natuurlijke nagels die hun nagels willen versterken, hebben baat bij dit product.
En goed nieuws, want ook deze bestseller krijg je maar liefst 4 keer gratis in het Large promopakket. En dat is niet het enige retailproduct. Je krijgt nog meer doorverkoopproducten van ons. Want als de pandemie ons 1 ding geleerd heeft, dan is het dat jij als beauty professional wel degelijk kan verkopen en dat jij op die manier meer kan verdienen zonder meer behandelingen te moeten doen. Dus daarom krijg je van ons maar liefst €506 pure winst. Je krijgt namelijk onze bestsellers volledig gratis, waardoor je die €506 als pure winst verdient. Laten we dus snel een kijkje nemen in de verschillende promotiepakketten van deze lancering. Ziezo, we hebben ook dit seizoen maar liefst 3 pakketten voor jou in de aanbieding. Een small, een medium en een large pakket. Hoe groter het pakket, hoe beter de deal, dat is logisch. Dus blijf zeker hangen voor het grootste pakket, de large deal. Laten we beginnen met de small pakketten. En er zijn 3 small deals. Eentje voor de gel-liefhebbers, eentje voor de semi-permanente Sopolish-liefhebbers en uiteraard ook eentje voor de longwear-nagellak-liefhebbers. Nu, wat zit erin? In het gelpakket uiteraard de 12 nieuwe trendkleuren van dit seizoen. Verpakt in een 40 Years Collector's Items box, want we zijn nog altijd 40 jaar dit jaar. En wat krijg je gratis? Je krijgt de Sapphire Gloss in Rosé Shimmer. En dat is een heel specialeke, want deze Rosé Shimmer is niet te koop. Dus je kan hem alleen maar verkrijgen, exclusief verkrijgen, in deze box. Daarnaast krijg je nog eens korting op deze 12 kleuren en krijg je ook nog eens een Windows sticker en een tentcard volledig cadeau. Het Sopolish pakket is hetzelfde, maar dan met de 12 Sopolish kleuren. En hier krijg je de exclusieve Sopolish topcoat in Rosé Shimmer cadeau. Dus ook deze Sopolish Rosé Shimmer is niet te verkrijgen, enkel en alleen in deze deal. Het 3e small pakket is eentje voor de longwear liefhebbers. Dus hier koop je de 12 nieuwe longwear nagellak kleuren, als ook de base en topcoat. En dan krijg jij een volledig displaypakket gratis met een houten staander, 2 displaykaarten, tipjes en bijhorende naamstickers. Super tof. En dan gaan we nog een trapje hoger, dus een trapje interessanter. De 2 medium deals. Eentje voor gel en eentje voor Sopolish gebruikers. Maar opgelet, deze medium deals zijn enkel de komende 2 weken geldig. De gel medium deal bevat het small pakket met al zijn gratis items plus alle nail art. Wat krijg je dan extra gratis? De e-learning met alle trendlooks van dit seizoen en dat ter waarde van €95. Het Sopolish medium pakket is hetzelfde, maar dan met de Sopolish kleuren. En dan komen we tot de laatste deal. De meest interessante, want deze deal kost je eigenlijk niks. En ik zal je uitleggen waarom. Wat koop je? Je koopt de 12 nieuwe shellac, Sopolish en longwear nagellak kleuren. Je koopt ook van elk systeem de basisproducten en je koopt ook alle nail art. 3 liquids, 1 liter fles komen er ook nog bij. Maar wat krijg je? Ongelooflijk. Sowieso de exclusieve Sapphire Gloss in Rosé Shimmer en de exclusieve Sopolish topcoat ook in Rosé Shimmer. Je krijgt de stickers en de tentcards en je krijgt korting op die nieuwe Sopolish en Jala kleuren. Je krijgt ook uiteraard het volledige longwear display pack en de trendlooks e-learning ter waarde van €95. En zoals beloofd krijg je ook de master e-learning volledig gratis, ook ter waarde van €95. En je krijgt ook de Master Clear gratis, zodat je deze op jezelf kan testen. Of in onze workshop, of via de e-learning. Maar dat is niet alles, want je krijgt ook nog enkele van onze top verkoopproducten volledig gratis. Je krijgt, zoals er juist beloofd, 4 keer de nail hardener. Je krijgt 4 keer de Vitamina nagelriemolie in de limited edition met white ginger parfum. En je krijgt ook nog eens het 4 keer het 3-delige setje met handcrèmes. Daarnaast krijg je, om het allemaal mooi ten toon te stellen, een gratis display. En daarbovenop krijg je nog eens een volledig gevulde display met 40 handschelletjes. De zaligste handschelletjes, want ze plakken niet en ze ruiken zalig naar het white ginger parfum. Dus
Deze laatste producten ga jij verkopen in jouw salon met pure winst. Want jij krijgt deze producten volledig gratis. Dat wil zeggen dat jouw pure winst 506,40 euro bedraagt. Pure winst. Tel daarbij nog eens alle andere producten die je hier gratis krijgt en je komt aan de aankoopprijs van deze deal. Deze deal is dus, zoals ik heb gezegd, volledig gratis. Nu, deze deal start vanaf nu en is slechts 2 weken geldig en zolang de voorraad strekt. Dus wacht niet te lang en ga er achteraan, want op is op. En met dit leuke nieuws sluiten we het lanceringsevenement af. We wensen jou een succesvol seizoen toe en hopen je heel snel terug te zien. Tot snel!